haaruitval begon eigenlijk toen ik een jaar of 30, 31 was. Toen begon het al zichtbaar te worden. Met name in mijn kruin. Inhammetjes kwamen later. Dat vond ik niet heel prettig. Nou, op een gegeven moment ben ik op zoek gegaan naar de juiste haarkliniek voor de behandeling. Met name kwam op mijn pad klinieken vanuit Turkije. Maar vanuit mijn beroep, vanuit mijn zaak, had ik niet de mogelijkheid om langdurig een aantal dagen of een lang weekend of 5 tot 10 dagen in de Turkije te gaan. Dus ben ik eigenlijk gaan kijken wat hier in Nederland voorhand is en toen kwam ik Hairtech tegen. De reden waarvoor ik eigenlijk voor Hairtech heb gekozen, tijdens de eerste consultatie hebben ze mijn zorgen eigenlijk volledig beantwoord. Ik had geen redenen meer om aan te nemen dat de behandeling bij Hairtech niet naar tevredenheid zou lopen. Met name het feit dat de DHI techniek was voor mij heel erg belangrijk, want je haar werd daardoor niet kort geknipt. Maar met de bestaande lengte konden zij middels de techniek de haar implanteren. Dat was voor mij heel erg belangrijk. En het hele team wat hier rondloopt heb ik op die dag ook ontmoet. Dat gaf mij zo'n goed gevoel dat we te maken hadden met professionals hier. Nou, hoe was de dag van de operatie? De voorbereiding daarop was echt heel erg goed, moet ik zeggen. Ik kreeg van tevoren ook schriftelijk wat informatie per mail wat ik kon verwachten van die dag. Nou, 's morgens vroeg aangekomen hier stond het hele team eigenlijk klaar. Bloed afgenomen, nog een keer getest. Er stond ook, dat is ook heel erg belangrijk, een dokter hier de hele dag aanwezig om eventueel in het geval van calamiteiten op te trainen. Vanuit de donorplek hebben ze eigenlijk alle grafts afgenomen. Binnen een uur was dat klaar. Eigenlijk heel pijnloos. Ik was best wel zenuwachtig, nerveus daarover. Daarna hebben we nog een middag lunchpauze gekregen. Vervolgens nog een keer gestart. En eind van de dag, rond een uur of half vijf, vijf uur, dus van 8 tot 5, half 5, waren we klaar en kon ik naar huis. Nou, na de behandeling, wat is er gebeurd? Na 3 dagen kwam ik voor de eerste wasbeurt en vervolgens kon ik gewoon doen mijn dagelijks werk. Er was geen enkel belemmering meer voor nodig. Ik lees heel vaak dat er ook nog vitamines worden ingenomen. Ik heb daar absoluut niet voor gekozen. Alleen een PRP-behandeling, dat heb ik een aantal keer gedaan. En het resultaat mag er echt wezen. Ik ben super trots, super blij. Het team van Hairtech, dat is niet alleen maar haarkliniek. Het zijn echt kunstenaars die gewoon echt micro-werk verrichten. Voor het geld wat zij ervoor vragen, is het meer als waard.